Het was eerst vroeger van 9 uur 's ochtends tot 6 uur betaald parkeren. Ik heb me rot lopen klagen, elk jaar noem maar op, waarom niet schorsje van 9 uur tot 11 uur 's avonds. Nou, jaren klagen. Eindelijk is het voor een jaar geleden is dat voor elkaar gekregen. Maar wat ik merk nou, het is net zo vol. Het is net zo vol. Als je ziet hoeveel, na 6 uur hoeveel bedrijfsbusjes er staan, verschrikkelijk. Wij zijn vandaag hier bij de Hillestraat. Hier ervaren de buurtbewoners veel problemen met het parkeren. Het is zelfs zo erg dat ze zelfs langs de stoepen of op de stoep moeten parkeren. Er worden ook wel eens briefjes onder de ruitenwissers geschoven met een waarschuwing. Maar wat vinden de buurtbewoners nou echt van dit probleem? Het is een parkeerprobleem hier, dus ja, als er geen parkeerplaats is, dan ja, moet je op de stoep parkeren. Maar ja, er is hier wel een boete ervoor. Veel mensen die langs de stoep parkeren vanwege het bouw. Aan die andere kant, dat er heel veel plekken weg zijn gegaan. En daardoor parkeren mensen gewoon op de stoep. Nou, op zich wel terecht, want er is heel weinig parkeerruimte. Maar het lastige voor de mensen die niet langs de stoep parkeren, is dat je vervolgens je auto niet kan wegkrijgen of niet de kant kan wegkrijgen waar je op dat moment heen wil. Het is een beetje vervelend, maar soms kan het niet anders. Want zoals je ziet is er weinig plek hier in de straat. En ook in de omliggende straat is er weinig plek. Precies. Het blokkeert de straat wel, maar mensen doen het al jaren. Dus ik vind het oké, laat ik het zo zeggen. Aan de ene kant snap ik het, want er is gewoon geen plek. Sommige mensen hebben gewoon een bezoekerspas of een parkeervergunning. Die betalen maandelijks geld en die vinden alsnog geen plek. Dus ik snap het wel. Alleen, het is niet handig. Ik met de kinderwagen bijvoorbeeld, het is gewoon lastig om bij mijn ouders binnen te komen. Ik weet niet of jullie zelf al hebben gekeken. De stoeptegels liggen er bijna uit allemaal. En dat komt ook gewoon van de auto's op en af die daar parkeren op de stoep. Want is het ook zo dat als je langs de stoep parkeert, dat de scanwagen je dan niet kan scannen en geen bekeuring krijgt? Dat klopt, dat heb ik gehoord. En heb ik zelf aan de scanmedewerker gevraagd. Ze zijn bezig met het ontwikkelen van een software dat je ook de langs de stoep ook kan scannen. Er gaan ook geruchten rond dat mensen waarschuwingsbriefjes zouden plaatsen. Soort gezegd van de gemeente. Ja. Wat vindt u daarvan, dat zulke briefjes dan op de ruitenwissers wordt geplaatst? Ik heb gezien dat die mensen langs zijn gekomen om die briefjes te plaatsen. Ja, ik vind het goed, weet je. Kijk, als het niet mag, dan moeten ze het handhaven, vind ik. Daar heb ik niks van, nee. Oké. Okay. Doet u er dan tegen als u zoveel overlast erdoor ervaart? Ja, er wordt veel bij de gemeente, maar er wordt niks gedaan. En wat denkt u dat de beste oplossing daarvoor is? Eens goed kritisch kijken of dat het wel echt noodzakelijk is dat er zoveel gehandicapte parkeerplaatsen hier zijn. Ik denk dat ik zonder te overdrijven wel kan stellen dat 20% van alle parkeerplaatsen hier zijn gereserveerd voor mensen die stellig gehandicapten zijn. Hier op Parallelweg heb je een hele gigantisch grote parkeergarage. En die staat voor 98% staat die leeg. Als je de tarieven nou goedkoper maakt, ja, dan kunnen de auto's ook parkeren.